Hallo, welkom bij een nieuwe videoles van Roberta. En deze keer gaan we kijken naar het werken met verhoudingstabellen. En vooral het slim werken met verhoudingstabellen. Ik ga er gewoon eigenlijk een aantal voorbeeldopgaves gelijk maar bij pakken. Want stel je loopt een fietsenwinkel binnen en je kunt kiezen tussen een fiets van 1200 euro met, even kijken hoeveel zullen we eens doen, 240 euro korting. Of je kunt kiezen uit een andere fiets en die fiets die kost maar 800 euro, maar daar krijg je wel 200 euro korting op. Nu is de eerste vraag, hoeveel korting krijg je per fiets? En dan begin ik even met een verhoudingstabelletje op te stellen voor de, nou ja, laten we zeggen de rode fiets. Namelijk, dan kan ik wel zeggen dat ik namelijk voor 1200 euro moet ik, of heb ik 100%. En ik moet uiteindelijk gaan zeggen hoeveel 240 euro is. Dus ik zet eventjes naast hier de prijs en hier het aantal procenten. Dus 1200 euro is 100%. Hoeveel procent is 240 euro? Nou, als we dat gaan doen, kunnen we natuurlijk als eerste zeggen van, weet je wat, 120 euro is 10%. En als ik nu even logisch nadenk, 120 en 240, hey, twee keer zoveel in de prijs betekent ook twee keer zoveel in het aantal procenten. Dus met 10% wordt ook 20%. Ga ik dat nu voor de gele fiets doen, dan trek ik even mijn tabel door en dan heb ik weer boven de prijs staan. Dan heb ik dus hier 800 euro, wat 100% is, en 200 euro, waarvan ik wil weten hoeveel procent het nog is. Nou, dan ga ik weer op dezelfde manier werken. En dan ga ik eigenlijk een beetje puzzelen, want dan kan ik bijvoorbeeld zeggen van, nou ja, weet je wat, 400 euro is 50%, dus 200 euro is 25%. En dan kan ik dus zeggen dat de rode fiets 20% korting heeft en de gele fiets 25% korting. Oké, dit was een eerste mogelijkheid om te kijken wat je met verhoudingstabellen kunt doen. Nu gaan we nog een keer met verhoudingstabellen spelen. En stel, ik heb nu 2000 leerlingen op een school en daarvan heeft 16% een brommer. Lijkt me wel een leuke. Dus 200 leerlingen en 16% heeft een brommer. Dus dan zet ik eventjes hier weer het aantal leerlingen en hier het aantal procent langs. En van die, sorry, 2000 leerlingen, 16% heeft een brommer. Hoeveel leerlingen hebben nu op die school een brommer? Nou, als ik dit ga doen, dan ga ik weer zeggen van, oké, weet je wat, 200 leerlingen is 10%. 100 leerlingen is 5%. En even kijken, 20 leerlingen is 1%. Dus ben ik eigenlijk gewoon een verhoudingstabelletje, ben ik gewoon het ding aan het neerzetten. Maar waarom ik nu 10, 5 en 1 heb genomen, is omdat het makkelijk te berekenen getallen zijn, waaruit ik wel samen, door ze op te tellen, dus deze drie samen, is 16. Dus deze drie hierboven, 200, 100 en 20, zijn samen ook die 16%. Nou ja, 200 plus 100 is 300 plus 20. Dus 320 leerlingen op die school zouden een brommer hebben. Ik pakte ook zomaar even wat willekeurige getallen, niet met de werkelijkheid te maken. Goed, dan ga ik nog één laatste doen. Stel iemand die gaat een sponsorloopje lopen. En bij die sponsorloop heeft hij zoveel verzameld dat hij in ieder geval kan zeggen, oké, stel ik loop een aantal rondes en daar krijg ik een bepaalde hoeveelheid geld voor. En het enige dat ik weet is dat ik bij 20 rondes krijgt die 40 euro en als hij 30 rondes loopt, dan krijgt hij 60 euro.
Nou ja, dat was heel erg positief. Alleen ergens bij rondje 6 ging die onderuit. En omdat hij bij rondje 6 onderuit ging, krijgt ze natuurlijk veel minder geld. Nou, wat kunnen we hiermee doen? Dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen van nou, als hij 2 rondjes loopt, krijgt hij 4 euro. Dus als hij 4 rondjes loopt, krijgt hij 8 euro. En als hij dus 6 rondjes loopt, krijgt hij 12 euro. Of we kunnen zeggen als hij 3 rondjes liep, dan kreeg hij 6 euro. Dus als hij 6 rondjes liep, kreeg hij wederom, makkelijk af te lezen, bij 6 rondjes 12 euro. Goed, dit is eigenlijk de hele truc van rekenen met verhoudingstabellen. Ik ben Jan Willem van Voorbeta. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.